bent de oma? Nee, de oppas. Even met de kleine meid naar de speeltuin. Zou ik met u mee mogen lopen? Ja hoor, loop maar gerust mee. Nee, vroeger was dat niet. Nee, vroeger waren wij waren zelf altijd thuis voor de kinderen. Ja. En nu? Moet u voor de kleintjes zorgen? Nou, doet het met plezier. Het moet niet, ik wou net zeggen, het moet niet, maar het is wel leuk. Wat maakt het leuk? Ja, gewoon kleine kindjes, bezig zijn met de kindjes. Je maakt er ook heel, heel veel van mee. Ze zeggen wel eens van wie met, laten we zeggen, de jeugd omgaat, blijft jong. Oh, nou, misschien wel. Oh, daar merkt u nog niks van? Nee, nou, ik voel me niet zo oud hoor, maar het gaat allemaal nog dus. Ja, maar toen u hoorde van er moet opgepast worden, heeft u het zelf aangeboden of... Nee hoor, ze kwamen het vragen aan me. En toen zei je meteen van... Toen zij geboren werd, toen de oudste geboren werd, kwamen ze het vragen. En zij is? Zij is, ze wordt volgende maand 3. En dat is onze Bente. Ga ik gelijk even kijken, want dan wil ik gelijk alles weten. Want we hebben hier ook nog kleintjes in. Ik zal ze even een beetje naar beneden doen. Hi Moppie. Hi Moppie. Hi Mop. Yeah. Yeah. Dat is een lach. Het is geen tweeling. Ja, het is een tweeling. Ze lijken ook al op elkaar, maar die hebben alle baby's. Ja. Vind je? Toch? Ja. Nou. Hallo. En Uilie wil ook op de film, hè? Ja. Ik had je al op de... Oh, wacht even. Heel ja, Uilie is jouw kroel, hè? Ja, leg mij eens uit. Uilie is heilig. Ja, Uilie is heilig. Uilie moet overal mee naartoe. En niet kwijtraken. En er is zijn uilies. Is het wel eens gebeurd? Het is wel eens gebeurd, ja, maar ze hebben er zat. En toen? Er zijn er een heleboel. Maar toen uilie zoek was? Dan pakken we een nieuwe. We hebben er allemaal in voorraad. Overal liggen uilies. Dat heeft ze niet door? Nee. Even wachten hoor, want dit hondje is loos. Ik weet niet van wie dit hondje is. Hè? Ja, deze is loops, dus als die even vast mag. Nou, hij doet niks meer. Hij kan niks meer doen. Heeft u vroeger, laten we zeggen, buiten de deur gewerkt? Ik bejaardenbezorgende. Met demente bejaarden. In de eerste 10 jaar heb ik bij de mensen thuis gewoond, gewerkt. En de laatste 20 jaar in een verzorgingshuis. Dus daar heb je wel, ben je met meerdere, ben je met de mensen bezig. Dus dat is leuker. Ja, oh echt waar? En beter. Je vindt individueel bij mensen thuis niet? Dat is zwaarder. Waarom? Nou, het bezig zijn met de mensen en samen met de mensen zijn is leuk. Maar om ze dan alleen nog weer in haar huisje achter te laten, vind ik heel moeilijk. Want hoe ging dat in die periode? Het was een soort alfa-hulp of zo? Nou ja, bejaardenverzorgende ook, maar dan aan huis. Bij de mensen die nog thuis wonen. En dan moest u ervoor zorgen dat het huishouden een beetje draaiende bleef? Ja. En een beetje gezellige dagindeling voor de mensen creëren. En hoe is die overstap dan gekomen? Want naar een, laten we zeggen, verpleeghuis, want dat zal het dan zijn. Ja, een verzorgingshuis was dat nog. Echt waar? En dan zitten er toch al dementerende... Ja, die worden ook dementerend. En dan als het heel erg wordt, dan hebben ze kans op uitplaatsing naar een verpleeghuis. Dat klopt. Wat maakt hem het de moeite waard? Ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Nou ja, geeft het voldoening om iets voor een ander te kunnen? Ja, enorm. Anders zou ik dit ook niet doen. Zit er een beetje in? Zit er een beetje in. Het zorgen voor, omgaan met. Ja, dat is heel leuk. Ik ben scholing gaan doen toen ik inderdaad bij de thuiszorg werkte. Toen ben ik naar school gegaan. En heb ik mijn diploma's gehaald. En toen ben ik in een verzorgingshuis gaan werken. Ja, toevallig het huis waar ik heb gewerkt wordt ook gesloten. Welk is het? Was het? Dat was het verzorgingshuis in Vlaardingen, de Wetering. Waar eindigen die bezuinigingen? Ja, dat vraag ik me ook af. Dat ik denk tot zover al dat wij al niet in een verzorgingshuis komen. Wat zou er erg aan zijn? Het is wel triest dat het moet gebeuren. Want er zijn heel veel ouderen en dat duurt allemaal weer veel langer voordat ze dan in de huizen komen waar ze in terecht horen. Ja, denkt u dat er dingen misgaan daardoor? Ja, denk ik wel. Zoals? Zoals? Wat het denkt gevaar u dan? Voor de mensen die thuis wonen en de aandacht. Er komen heel veel aandacht tekort. Er zijn een hoop eenzame mensen.
En scheelt het dan wanneer je in een verzorgingshuis zit? Ik denk het wel. Waarom? Dan heb je toch weer wat aanspraak aan de bewoners, andere bewoners en het personeel. Nou, er zijn er vast, laten we zeggen, jongeren die denken van ik wil ook met ouderen werken. Is dat aan te raden? Ja, ik zou zeggen ja. Ik heb het altijd leuk gevonden dus. Maar ook in deze tijd nog? Ja, waarom niet? De mensen veranderen er niet door. Wat was nou een leuk moment waarvan u eigenlijk dacht van nou, ik doe mijn werk met plezier. Dit is waar ik het voor doe. Wat ik met plezier in mijn werk heb gedaan, dat was gewoon met een hele groep ouderen op een huiskamer werken. En dan gezellig spelletjes doen en gezellige activiteiten doen met de mensen. Waar de mensen plezier in hebben. Gewoon een zinvolle dagindeling en een lekkere dagindeling. Dat willen ze graag terug hebben met de zogenaamde huiskamer. Ja, maar dat hebben ze nog in een verzorgingshuis. En als er een hoop verzorgingshuizen dichtgaan en de mensen moeten weer langer thuis blijven wonen. Dan komt er weinig van de ouderen terecht als ze nog in een verzorgingshuis komen. Want dan zijn ze zo diep dement misschien of andere lichamelijke klachten van dat ze naar een verpleeghuis moeten. Moet het hondje even in de gaten houden, hè? Is loops. Een klein risico, hè, dat hondje. Ja. Wij gaan naar de speeltuin. Ja, de baby's slapen nu, dus wij kunnen even lekker spelen. Hè? Zeg maar dag, meneer. Dag.